Goedemorgen. 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 Ik ben Jeno. Ik ben Jolene. Goedemorgen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag een heel fijne dag voor ons, want het is vandaag Valentijn. Het is de dag van de liefde. Voor jullie is Valentijn allang al gepasseerd, maar wij lopen natuurlijk een paar dagen achter. Dus ja, voor ons is het vandaag Valentijn. Ja! Fijne Valentijn. Fijne Valentijn. Ja. Dus er zijn twee wat cliché mensen die zeggen, ja, maar je moet dat niet vieren. Je moet elke dag een beetje Valentijn vieren. Maar langs de andere kant, als je het dan niet viert, dan is het ook een beetje sneu. Ja. Het is ook een beetje zo van, ik heb geen interesse in. Dus daarom... Je viert het door elkaar eens te verwennen met een leuk cadeautje. En als je onze vlogjes al langer volgt, dan weet je welk cadeautje ik heb voor jullie. Heb jij het ook al gevlogd, welk cadeautje je voor mij hebt? Nee, want dan zou ik dat zien, want ik monteer de filmpjes natuurlijk. Hè. Ik heb een cadeautje voor jou. Blijf nog even daar staan. Dan neem ik het even. Het is wel grappig dat ze het niet gezien heeft. Die gewoon de hele tijd achter in haar kast. In haar dressing eigenlijk. En hier is het! Een schoendoos! Ja, je weet nu al genoeg, denk ik, hè? Ik denk dat ik weet dat er, wat dat erin zit. Ja! Kijk! Ik wist niet of het kleur juist was. Ja, ja, heel mooi. Wellicht er blauw is perfect eigenlijk ook voor het, als het ook wel een beetje mooier weer wordt. Het zijn dus eigenlijk speciale schoenen om de hele dag op rond te lopen. Hier zit dus eigenlijk je hiel. Dus eigenlijk in het midden van je voet zit dus eigenlijk de hiel. Dat zorgt ervoor dat er heel weinig druk wordt eigenlijk zit op je echte hiel. Dus dat je rond hier natuurlijk. En dat zorgt ervoor dat je dus heel gemakkelijk kan rondlopen. Ik heb hiervan ook al een zomer openschoenversie. Die heb ik in de afgelopen zomer heel veel gedragen. Omdat ik die echt zalig vind zitten gewoon. Maar ja, nu in de winter, of wanneer als het toch ietsje minder weer is, in een open schoen, of was misschien toch ietsje minder. Dus bij deze heb ik nu eindelijk deze schoenen. Ze waren wel tamelijk duur, dus daarmee had Mayeno al een tijdje zo wat dingen had van nee, we kopen die niet, maar nu krijg ik ze voor mijn Valentijn. Dankjewel. Leuk, hè? Alsjeblieft. De vraag natuurlijk gaat zijn, passen ze? Want hoe weet je mijn maat? Ja, jij hebt het wel eens aangehad. In de winkel. Maar wist jij dat ik een 40 van deze schoenen had? Het is echt een 40. Ja, het is een 40, ja. Ja. Toen had je gezegd dat de 40 jou goed zat, dus... Ja. Dat was open. En daar schoenen zijn aan. Ja. Mooi hoor. Mooi hè? En zitten ze goed? Zijn ze niet te klein, niet te groot? Ze piepen een beetje. Ja, is onze vloer die piept. Hier heb ik dat nog niet, dus nee, ik vind ze echt heel goed. Ze lopen echt heerlijk. Echt zalig, daar ga ik nu vandaag de hele dag op werken, zeg. Nog, en ook nog de morgen en overmorgen en nog de hele tijd. Ik heb voor jou ook nog een Valentijnscadeau. En ik had het eigenlijk ongeveer op dezelfde plek gestopt. Dus ik hoop dat je het gezien. Het is een hele grote doos. Oh, maar hij weegt niet heel veel, dus... Zo'n grote doos. Ja. Eigenlijk is het cadeautje dat erin zit veel kleiner. Wat is het? Het is een laptoptas. Ja, die wou je graag, hè? Ik wou heel graag een laptoptas, ja. Ja, ik wist alleen niet heel erg goed welke kleuren je graag wou. Dus ik kon kiezen tussen zwaar blauw of grijs of zoiets. Ik dacht, ik kan gewoon voor een blauw gaan. Ik vind het heel leuk. Ja? En past die er ook in? Normaal gezien wel. Ik heb gezien hoeveel inch jouw laptop is. Ja? En dan zou die daarin moeten kunnen, ja. Met jou weet je nooit natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is een goed idee. Ja. Oké, de laptop is er ook nu bij gehaald. Gaat hij erin gaan? Er zit er nog iets in, denk ik. Zit er niet nog... Ja, maar ja, kijk. Dit zit er nog in. Dat is je... Ja, hij past er perfect in. Oef. Gelukkig. Heel goed. Kijk, en er is ook een speciale. Want die kan je... aan je koffer bevestigen. Ik weet ook wel niet hoe precies, maar ja, kijk, je kan hier dus je handvat tussen stoppen. Ja. En dan kan je hem aan je handbagage van boven zo dragen. Dan gaat hij zo mee. Dan kan je hem gemakkelijk eruit halen in het vliegtuig. Ik vind het En zouden ze er in principe ook niet moeilijk over mogen doen dat je een extra laptoptas nog aan je handbagage hebt.
Ah zo, ja, ja, oké. Dus ja. Cool. Leuk, hè? Nee. Ja, je wou dat eigenlijk heel graag voor kerst, maar niemand gaf het aan jou. Nee. Dus ik dacht, ik ga het onthouden en ik geef het voor Valentijn. Super. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar er moet nog altijd gewerkt worden. Het is niet dat we vandaag een hele vrije dag nemen voor Valentijn. We zijn zelfstandig, dus we moeten werken voor onze centen. Ons koffie- en theehuisje die gaat beneden hier open. Ja, op de dag dat we dit opnemen is het Valentijn, dus er komen heel wat mensen naar onze zaak om een Valentijnsontbijt te nemen. Hebben we vandaag in elkaar geflanst. Dus dat moeten we nu gaan voorbereiden. Dus snel aan het werk. Onze koffiedienst zit er weer op. Joehoe! We hebben heel wat koffietjes ingeschonken. En ontbijtjes gemaakt en eters hebben we ook gehad. Dat was een gezellig drukke dag. Ja, je kan dat hier gewoon krijgen zonder voorschrift. Hè. Je kan gewoon binnenstappen en krijg het allemaal. Alles wat je nodig hebt. Maar geen rare dingen vragen. Hè. Zeg, we hebben een leuk cadeautje aan elkaar gegeven vandaag. Ja. Ik heb nog een laatste leuk cadeautje voor jou. Daarvoor heb jij je al je jas aangetrokken. Ik heb ook al je jas aangetrokken. We gaan inderdaad ergens eten, hoe dat je het weet. Maar je weet nog niet waar, hè? Nee. We zijn in Antwerpen. Dat op slot. Nu is hij op slot. En weet je al waar we naartoe gaan? Heb je al een vermoeden? Oh, ja, we gaan ergens gaan eten. En ik vermoed... Wat? Ik denk dat ik het weet. Ha, toch? Ik denk dat we naar het Hard Rock Café gaan. Daar zijn we vorig jaar in Brussel geweest. Man. En ook op Valentijn. Waarom denk je dat? Fijn. Ja, ik moet dat vorig jaar zo fijn vond. Dacht ik dat je dat misschien dit jaar dan deze keer in Antwerpen had gedaan. Ja, ze heeft het nog juist ook. Echt? Echt waar, ja. Goeie gok. Ja, goed. Volgens mij heb je ergens een reservatie gezien of zo. Nee, nee, nee. Maar ik moet wel zeggen, ik ben heel erg blij. Want het was vorig jaar zo lekker. Om lekker te gaan Valentijns eten in het Dorpscafé, dat ik wel. Ja, het is deze keer niet in Brussel te doen, het is in Antwerpen. Maar het is volgens mij even leuk. Ja. Ben je klaar voor? Ja, we gaan ons weer helemaal laten onderdompelen in de Hard Rock magie. Wow, zeg je mag, dat zeg je mooi hoor. Ja, vond ik ook wel. Antwerpen is mooi, hè. We staan nu op de Groenplaats. En vandaag op Valentijnsdag heet de Groenplaats de Zoenplaats. Oh. Oh. Ja. Hey. Ah, kijk, er zit hier nog een bedelaarster hier op het terras met een dekentje. Ik ben aan het wachten op mijn date. Aha. Ja, ja. We staan in de film. En zijn jullie ook naar het Hard Rock Café? Nee, we gaan de een beetje verder. Ah, oké. Okay, goed. Kei tof. We zijn gezet. We zitten hier aan een gezellig tafeltje waar naast ons muziek aan het spelen is. Live bandje. Romantisch. Nachos. Vind je lekker, hè? Ja. We hebben tussentijd ook een drankje gekregen. We hebben nu een hoofdgerecht gekregen. Wat heb jij? Ik heb tortillatjes. Zo, oh, leuk. In een zakje. Zo, fajitas kan je nu maken. Of fajitas, hoe noemt dat eigenlijk? Fajitas, ja. Ja, met dan guacamole en lekker. Tomaten, maar groentjes om erin te doen. Kei leuk. En ik heb een Atomic Burger. Ja. Dat schijnt een heel pikante burger bij Hard Rock. Dus die ga ik eens proberen. Ja, smaak. Yeah.
heel erg fijn. Dankjewel voor leuke verrassing weer al. Doe het misschien wel volgend jaar opnieuw, maar dan hou ik toch weer als verrassing. Dus, ja, ik vond het echt wel heel fijn. Want het was heel fijn, maar dit jaar ook echt heel gezellig. Ook leuk dat het een live band was en zo. Echt wel toppie. Ik vond het echt heel romantisch. Ja, hoor je die muziek hier ook? Zo slow. Tot ziens, hè. Bedankt om te kijken naar deze video. En heel graag tot morgen. Tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.